Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag, yay. En ik ga vandaag de kerststuffing voor de maand december doen. Laatste maandje van het jaar alweer. Hoe leuk is dat? Even kijken, ik heb een treetje. En vandaag heb ik een bedrag van 200 euro te stuffen. Hier, ja. Ik doe voor deze maand ietsjes minder. Gewoon echt waar ik ze er net doe. Dus. Niet heel veel bijzonders dus. Ja. 200 euro. Koude tengels ondertussen. Lekker, lekker. 200 euro moet dit zijn. Dus 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200 euro. Gaat sowieso nog een kerststuffing komen voor de savings challenges. Van wat ik over heb de afgelopen maand. Plus een vijfde week. Ik heb één keer in de zoveel tijd heb ik een vijfde week dat ik uitbetaald krijg. En die ga ik dus ook verdelen. Maar dat komt in een andere video. Nu ga ik echt alleen het maandbudget doen. Dus laten we beginnen. 4 weken voor boodschappen geld. 3 weken ervan ga ik weer de Friese Pantry Challenge doen. Dus dat houdt in dat ik zoveel mogelijk uit de voorraad ga eten. Dus dan heb ik 15 euro per week. En daarmee moet ik het gewoon gaan doen voor wat ik nodig heb. Het zou vast wel goed gaan komen. En dan gaan we eens even zien hoe het met de voorraad is. Ook daar gaat weer een video van komen. Want ja, waarom ook niet? Het is de derde week. En ook... Oh. Pardon, dit wordt de derde week van de challenges of van de boodschappen. Hoppakee, en dan heb ik de vierde week, de week tussen kerst en oud en nieuw, daar ben ik ook vrij. Dus heb ik een budget van 50 euro, ga ik niet dobbelen. Ik heb zoiets aangezien ik vakantie heb en het de laatste week van het jaar is. Mag ik gewoon lekker mijn dingetje doen. Kerst zit er ook nog bij natuurlijk, maar daar heb ik ook nog een apart mapje voor om kerstdiner te regelen. Dus dit is gewoon voor de vakantie. Dus als ik zin heb om 3 dagen carpaccio te eten, dan kan dat gewoon. Dus ja, dat wordt gewoon even een weekje dat ik gewoon dingen mag, hè. Zonder echt erover na te denken. Voorraad gaat 10 euro krijgen. Er zullen ongetwijfeld op mooie aanbiedingen komen komende weken. Dus dan mag ik het wel halen, maar tijdens het challenge mag ik het niet gebruiken. Oké. De puzzel. Die heb ik afgelopen week goed leeggetrokken weer. Er zit 20 euro in, er komt 20 euro bij. Ik had nieuwe kattengrind besteld. Een nieuwe kattenbak. Want ze heeft zo'n peewee met die houtkools zonder deksel. En dan gebeurt nog wel eens dat ze ernaast zeikt. En een keertje kan gebeuren. Het gebeurt me iets te vaak. Dus zodra die houtkools klaar zijn, wil ik overstappen naar een gewone kattenbak met deksel. Was ik net zo duur uit als alleen een deksel voor de peewee. Dus we gaan zien of dat beter gaat. Ja, moet wel die 20 euro erbij in doen. Verder vind ik dat mormen nog steeds zo lief hoor. En natuurlijk weer een grote zak kattenvoer. Huishouden. Gaat niks krijgen. Hetgene wat erin zit ga ik vast eruit halen. Wasmiddel is goed zo. Gezondheid. Ik had nog eventjes wat pijnstilling gehaald. Gebruik ik zelden, maar ik had van de week toevallig nodig. En het was over de datum. Dus ja, toch voor de zekerheid even nieuwe gehaald. Verzorging zit nog 5 euro in. Ik had dus 300.000 tandenstokertjes gehaald. Snackdag gaat dit keer even niks krijgen, want er zit 40 euro in. Dus dat is wel even goed. Aziatisch genot, die gaat wel wat krijgen. Dan heb ik deze.
Want de kans is gewoon groot dat ik in dat weekje vrij van december, dus de laatste week, ook iets van Chinees ga halen. En waarschijnlijk ook iets van mijn snackdag. Want ja, wat ik al zei, het is dan een weekje vrij, laatste week van het jaar. Dus dan mag je best wel feestelijk afgesloten worden. Tenminste, dat vind ik dan. Dus deze is gedaan. Dan ga ik naar het volgende mapje, MeTime. Ik hoop in deze weken, waarschijnlijk ook in mijn vakantieweekje, even naar de kapper te gaan. En misschien de schoonheidsspecialist of de masseuse. Iets in die richting. Maar die gaat 10 euro krijgen. Dus heb ik 20, 40, 60, 70, 80, 85 euro. En MeTime. Uitjes gaat ook 10 euro krijgen. Kijk eens aan, dus 10, 20, 25 euro in uitjes. En dan heb ik werk en sportkleding, en gewone kleding ook. Ook helemaal leeg getrokken, gaat ook 10 euro in. Ik had al veel geshopt. Soms moet dat even, vooral met die fysicaal hè, en het fietsen. Baba. Schoenen heb ik ook leeg moeten trekken, want ik kwam net iets kort voor een regenbroek. Want mijn regenbroek die werkte gewoon niet goed, of was kapot. Dus ik heb hem even iets duurdere aangeschaft, dus heb ik deze maar erbij aangebroken. Creatief boekhouden, hè. In ieder geval tientje erbij. En ook hebben dingetjes gaat een tientje krijgen. Dan is deze ook weer klaar. Dus ja, de mapjes zijn echt heel erg leeg, zoals jullie zien. Dus ik heb echt goed mijn beste meegedaan. Feestmapje gaat sowieso ook wat krijgen. De jaren mappendag, die krijgt 10 euro. Oh, wat een koude vingers, joh. Echt vies. Maakt niet uit. Dus 5 en 10 euro. Voor deze. En vanaf volgend jaar wil ik weer lekker opnieuw alles gaan sparen. Met als het om deze mapjes gaat. Dus ja, we zullen het wel even zien. Hè. Deze is gedaan. En dan de laatste. Gaat dan in. Wat was het? Cadeautjes. 5 euro in cadeautjes. En dan is hij ook weer klaar. Kijk eens aan. 200 euro is alweer weggedaan. Klein geld wat ik over heb van de afgelopen maand. Ga ik dus ook nog in een andere video wegwerken. Oh, koude vingers. In ieder geval, dit is het voor nu. Het is niet een hele bijzondere video. Maar het is er in ieder geval. Het is klaar. Dan zie je een hele fijne zaterdag, fijn weekend nog en tot de volgende. Doei doei!